Het leven van een vrijgezel wordt op den duur vrij ongezellig. Nou ja, geen gezeur, geen gezeik, geen gezanik. Vakantie is vakantie. Rotterdam, here I come! Nee. Opbellen. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, 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 jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open pump. Hallo, met Anneke. Mag ik een handtekening? Nee, niet van jou, maar van je wereldberoemde zoon, Bobby Brazil. Hey, Stella! Ja, Bobby hier. Ik ben aangekomen, hè? Ja, ja. Ja, ik ben ook afgevallen. Nee, ik bel niet uit het café. Ik bel vanuit het appartement dat ik gehuurd heb. Jij hebt het adres, hè? Ja. Gaat wel. Net zo gezellig als de gemiddelde hotelkamer. Beetje klein, maar groot genoeg voor ons twee. Ja, behalve als we ruzie krijgen, want dan is het huis te klein. Oh hier, de buren zijn ook wel in kerststemming. Ja, de muren zijn hier van karton. Hé, hey, je komt zo gauw maar ook even langs, hè. Oké, okay, bye now. Toedeloed. Christina! Nee, mevrouw Deuter komt in de vloer. Flesje bier krijg je toch geen hallucinaties? Bovendien van te veel alcohol zie je misschien roze olifantjes, maar toch geen roze. Ik sta onder de douche! U staat onder de douche, ja, dat dacht ik al. Laat die deur dicht! Ik bel de politie! Lijkt me een beetje onhandig daar onder die douche. Donder op! Gluurder! Gluurder? Ik ben de huurder! Hallo! Blijft u daar nog lang in die badkamer zitten? Ik zit niet, ik sta. En doe er maar niet of u dat niet gezien hebt. Ja, dat heb ik gezien. U stond er mooi bij. Denkt u dat u leuk bent? Dat u daar alsjeblieft weggaat? Weggaan? Ik ben net binnen. Verdorie. En ik kan er niet uit. Hé. Hey. Heeft u geen handdoekje dan? Dat wel, ja. Maar mijn dustertje. Wat is er met uw dustertje? Oh, ja, nee, dat heb ik gezien, ja. Ik moet mijn dustertje hebben. Het ligt daar ergens op een stoel. Op een stoel? Hier.
alsjeblieft geven? En natuurlijk. Het lieve dustertje van het zustertje. Room service! Dat is sterk. Appartement, gemeubileerd. Living, keuken, balkon, badkamer met douche. Maar zij wordt nergens genoemd. Zou dat een extraatje zijn voor de feestdagen? Appartement met bijbehorende kerstvrouw. U staat in uw ondergoed. Tja, dat doet u toch ook, min of meer? En daarnet had u al uw kleren nog aan? Nee hoor, ik stond op het punt te gaan douchen toen ik u hoorde stille nachten. En? Nou, u zingt niet slecht. Ik bel de politie. Dat kan je doen, ik vraag alleen af en op. Zo, je hebt dus een aanvaardbare uitleg voor dit alles. Ja, ik wel, ja. Je bent hier dus gewoon maar binnengevallen. Gestapt, binnengestapt. Hoe dan? Had ik de deur dan opengelaten? Nee, de deur was dicht, die heb ik opengemaakt. Jij? Ja. Waarom? Omdat ik er anders met mijn kop tegenaan gelopen zou zijn. Heb je dan een loper? Nee, gewoon een sleutel. Hier. Alsjeblieft. Hoe kom je aan de sleutel van mijn appartement? Van jouw appartement? Nou, moet ik toch niet mooie woorden zeggen. Hoe kom je aan de sleutel van mijn appartement? Ik bel de politie. Prima idee. 0611. Kan ik er meteen aangifte voor doen dat jij naakt onder mijn douche in mijn badkamer stond? In jouw badkamer? Dit is mijn appartement en mijn badkamer. En dit hier is mijn sleutel. Nou, vind je nou niet dat die flauwekul lang genoeg geduurd heeft? Flauwekul? En wat is dit dan? Voilà. Dat is sterk. Deze weet ook. Dat kan niet. Nou ja, hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Ik kom hier aan en ik vind jou onder mijn douche. Zonder iets aan. Ik heb nooit iets aan onder de douche. Nee, ik ook niet. Het is in deze maatschappij heel normaal dat je bloot onder de douche staat. Ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk maatschappijen waar ze alles aanhouden onder de douche, maar niet hier. Als je dat maar weet. Dus jij hebt de verkeerde sleutel. Of jij? Kom nou zeg, ik ben hier al vanaf 1 december. Nou, kun je vanaf 1 december fout zitten. Je zal je wel in het appartement vergist hebben. En die sleutel dan? Die sleutel? Nou ja, dat is een verkeerde sleutel. Of, nou ja, misschien is dat wel een sleutel die ze heel per ongeluk... Hoe kom je nou in godsnaam aan die sleutel? Die hebben ze naar mijn hotel gestuurd in Miami, samen in het contract. Wie ga je nou maar bellen? Hallo. Ja, met Van Henegouwen van appartement 7, vierde verdieping. Vierde ja, kunt u alstublieft naar boven komen? Naar de vierde ja, met uw lijst van huurders alstublieft. De vierde ja. Wat zegt u? Ja, natuurlijk vandaag nog. Nu! Vandaag nog, vraagt hij. Wie? De huismeester. Nou, dan weten we tenminste zo waar de fout zit. Hallo. De vierde ja! Hier, Groenloosstraat 25, Rotterdam. Dat is toch hier, hè? Ja. Vierde verdieping, appartement 7. Ik heb ook een contract, hoor. Nou, ik lees dan niks wat er niet staat. Van 23 december tot 23 januari. Hé, je zit hier toch wel op de vierde, hè? Ja, natuurlijk. Oh, een pak voor mijn hart. Ik denk zetels voordat hij op de zevende zit. Zou toch maar voor paal hebben gestaan, niet? Vierde verdieping, appartement 7. Nou... Ik hoop dat je nou overtuigd bent. Maar hoe kan het nou? We zitten dus allebei goed. De fout zal wel bij het verhuurkantoor, bij die makelaar liggen. Bij Peters en zonen, denk je dat? Ja. Verkeerd ingevuld of zo? Waarschijnlijk. Appartement 7 staat hier bij jou. Nou ja, dat zal wel 17 moeten zijn of zoiets. Dat fout kan niet zo goed bij jou zitten. Nee, dat kan niet. Ik was hier al. Dat kan niet. Hey, nou ja, we zullen het wel horen van de huismeester. Hmm.
schrok daar net anders wel, zeg. Ja, ik ook, maar dan anders natuurlijk. Bobby Brazil. Marianne van Henegouwen. Brazil? Die naam hoor je niet vaak. Nee, het is mijn artiestennaam. Oh, je bent artiest? Ja, ik zit in de showbiz. De laatste jaren hoofdzakelijk op schepen, cruises. Oh. Meestal in de Caribbean. Maar nu ben ik voor een maand in Rotterdam. My hometown. Artiest, dat is niet gek. Ik ben ook artiest geweest. Ga weg. Jij? Ik bedoel, jij. Ik heb 2 jaar gedanst bij het Capino Ballet. Ah, wat leuk. Maar toen ben ik getrouwd. Mijn man wou niet dat ik dat bleef doen. Je man? Ex-man. Oh, je ex. Daar is die. Je ex? Nee, de huismeester. Oh. Ah, daar bent u. We zitten in een moeilijke situatie. Oh, dit is meneer Brazil. Pardon. Brazil. Pardon. Brazil! Pardon, dat is mijn naam. Pardon, Piet, pardon. Oh. Ja, neemt u niet kwalijk, meneer Pardon. Sorry. Meneer Brazil heeft een contract van Peters en Zoon, hè? Brazil? Precies. Waarin staat dat hij op de 4e verdieping appartement 7 gehuurd heeft. Brazil. Precies. Maar appartement 7 op de 4e verdieping... Brazil. Precies, ja. Dat is aan mij verhuurd, appartement 7 op de 4e verdieping. Brazil. Precies. En mijn naam is Van Henegouwen. Van Henegouwen. Nee, Brazil. Brazil. Precies. Maar meneer Brazil heeft toch een sleutel ontvangen en een contract. U begrijpt het vervelende van de situatie? Ik heb hier nergens een Brazil. Alsjeblieft. Maar dat kan niet. Ik heb toch een contract? En ik heb mijn WWW-lijst. WWW-lijst? Mijn WWW-lijst. Wie woont waar? En daar staat u niet op. Oh, maar ik ben vandaag pas aangekomen. Misschien dat ik daar niet op sta. Nee, meneer, kijk, ik heb hier iedereen tot en met Pasen op mijn lijst bijgewerkt en daar staat geen enkele Brazil bij. Nou man, kijk dan toch eens eventjes goed hier. Brazil, het Engelse woord voor Brazilië. Zal ik eens kijken onder Chili. Wie zit er dan in dit appartement? Pardon? Ja, ik weet dat u zo heet. Ja, ook. Ja, nee, ik zeg nu pardon omdat ik u niet helemaal begrijp, meneer Brazil. Ik zit in dit appartement. En dat zal ook wel zo op die lijst staan. Hè, meneer Pardon? Ja, nee. Nou, kijk, dat kan ik hier niet zien. Ik heb hier, mijn WWW-lijst. Wie woont waar. Om vervolgens te kijken volgens het appartement, heb ik mijn andere lijst nodig. De WWW-bies. Waar woont wie? Maar die legt beneden. Verdomme, verdomme. Pardon? Nee, niks. Kijk eens onder Van Henegouwen. Kijk eens onder Van Henegouwen. Ja, kijk eens onder Van Henegouwen. Oh, Van Henegouwen. Ja, dat ben u. Ja. Ja, dat is een goed idee. Precies, en hopelijk bent u dan overtuigd, meneer Brazil. Van Henegouwen. Ja, Van Henegouwen. Heere God, dat gaat even duren, zeg. Niet iedereen is zo snel als jullie, hè? Van Henegouwen. Ja, ik heb u. Dat is de 4e verdieping, appartement 7. Dat kan niet! Nou ja, ik bedoel, het kan natuurlijk wel, maar het kan niet dat ik niet op die lijst sta. Ja! Neem me niet kwalijk. Kijk eens onder Zwanenberg. Nou, kom op! Kijk eens onder Zwanenberg. Loopt hij hier ook in zijn onderbroek? Zwanenberg, dat ben ik. En Brazil dan? Dat ben ik ook. Dokter Zwanenberg en Mr. Brazil. Ik heb 2 namen. Oh, u woont samen? Mijn echte naam en mijn artiestennaam. Artiestennaam. Maar dit contract heb ik dus ondertekend met Zwanenberg. Zwanenberg. Meneer Brazil is artiest. Artiest. Zonneberg. Sorry, gaantje meneer Zonneberg. Zwanenberg. Dat is vlakbij het Zwanenmeer. Ook niet. Zwanenberg. Ja! Ja, ik heb... Ah, eindelijk. Nou, en! Oh. Dat is de 4e verdieping. We worden buren. Appartement 7. Nou! Nee! Ja, als het hier nou staat, moppie, ik zuig het niet uit mijn duim. Ja, maar wat betekent dat nou? Dubbel verhuurd. Dubbel verhuurd? Hoe kan dat nou? Wie hebt dat contract ondertekend? J. Peters. Ja, dat is Jimmy Peters. Dat is de jongste zoon, die begrijpt er geen bal van. Maar waarom laat ze die man dat weet dan doen? De oudste kan niet schrijven. Nee, zonder gekheid. Ik heb het hier al nooit meegemaakt, hoor.
dubbel verhuurd. Nee. Dus, dan weet u hoe het zit. Ja, maar wat moeten we nou doen? Ja, wat moeten we doen? We kunnen toch niet samen in dit appartement wonen? U bent al aardig op weg. Nee, dat is niet wat u denkt. Ja, dat zeggen ze allemaal. Gaantje, meneer Sonnenberg. Dat gaan we even snel oplossen, hè, pardon. Even snel. En hoe dan wel, meneer Brazil Zwanenberg? Je geeft mij gewoon een ander appartement. Jij was hier, het eerste is de fout zal wel in mijn contract zitten. Oh, maar als je wilt, verhuis ik wel, hoor. Nee, de fout zal wel bij die zoon zitten. Wie heeft uw contract ondertekend? J. Peters. J. Peters? Ja, Jimmy Peters, ja. Ja, kijk, dat kan dan zijn dat hij hier een fout heeft gemaakt, hè? Nou, maakt niet uit, geef hem maar heel snel een ander appartement. Oké. U beiden denkt toch zeker niet dat ik dat zomaar uit mijn mouwen kan gaan zitten schudden, wel? Eentje dat vrij is dan, hè? Eentje dat vrij is, ja, dag. Kom nou toch, in het blok zijn meer dan 50 appartementen. Maar die zijn aan deze tijd van het jaar praktisch allemaal bezet. Maar je kan toch even kijken, man? Ja, op mijn WIV-lijst. Mijn wat is vrijlijst. Maar die legt beneden. Nou, ga houden dan. Kom. Nou zijn we nog even ver. Ben zo terug. Wat is dit? Oh, wacht. Dat is de bel van beneden. Oh. Hallo. Wie? Stella Starlight? Hey. Hallo Stella, Bobby hier. Ja, was de goede bel. Ja, ik ben alleen. Nee, dat was de werkster. De werkster? Precies, vierde verdieping, appartement 7. Zat op de bel. Van Henegouwen? Ja, dat is de naam van de vorige huurder. Tot straks. De vorige huurder? Ben je nou helemaal? Ja, dat was maar wat te zeggen. Wie was dat? Stella Starlight. En die komt erboven? Ja, ze komt eraan. Oké, kijk mij hier nou staan. En ik dan? Hoezo ben jij dan? Jij moet je even verstoppen. In mijn eigen appartement? Geen sprake van. Je laat hem maar niet binnen. Ja, dat kan toch niet? De vrouw kan net zo goed in jouw contract zitten en dan is het mijn appartement en dan vier ik hier morgenavond kerst met Stella. Wel verdorie, en wie is dat dan? Dat gaat je eigenlijk helemaal niks aan. Oké, dan vraag ik het er zelf wel. Nee. Stella is een vriendin en een collega van de revuetjes en de snabbeltour. We hebben samengewerkt, oké? Nee, niet oké. Want ik vier hier morgenavond kerst. Zonder jou en zonder Stella Dinges. Ja, dat lossen we allemaal wel op. Straks komt pardon met een nieuw appartement. Nou, waarom moet ik me dan verstoppen? Nou, maak het nou niet ingewikkeld, hè? Ik verzet geen stap. Ontvang dat mens maar op de gang. Ja, dat kan toch niet? Dat bepaal ik. Het is mijn appartement. Ja, we gaan toch niet van voren af aan beginnen, hè? Nou, hier kleed je aan en ga onder de douche. In de badkamer. Ze moet je hier niet zien. Waarom niet? We kunnen er alles door uitleggen. Alles uitleggen, dat kan helemaal niet. Als ze jou zo ziet staan, is het mij zo. Ah, ik heb mij hier nou staan. Wat is dat nou? Wat? We leggen er alles heel rustig uit. Alles rustig uitleggen, dat gaat helemaal niet. Je kent haar niet. Oh, Stella is dus jou. Nee, Stella is niet mijn... Stella is een... Stella is... Stella is... Stella Starlight is een vriendin en een collega. Dat komt niet dikwijls voor, maar in dit geval wel, hè. Een boezemvriendin. Nee, geen boezem, gewoon een vriendin. Maar je kent haar niet. Als ze ons over iets staan, dan denkt ze dat jij en ik samen... Dat is natuurlijk onzin, hè, maar dan komt ze morgenavond niet en dan zit ik alleen met de kerst. Kom, even te wijzen. Zo. Maar ik blijf hier geen uren zitten. Nee, natuurlijk niet. Vanzelfsprekend, natuurlijk niet. Nee. Er wordt gebeld. Zal ik open doen? Nee, kom, de deur is er. Kom, ga nou even in de badkamer. Het is maar voor eventjes. Zo. Nee, ik blijf. Het is potverdorie mijn appartement. Wat is dat nou? Ik laat me niet opsluiten in mijn eigen badkamer. Kom, dit is maar voor eventjes, kom. Zo. Stella! Laat me hier nog geen uren staan. Oh, Stella, kom. Get from our
Sarai. Bobby Brazil. Hop. And I can give you, ja. En drie en vier. I can't give you anything but love, ooh, baby. That's the only thing I plenty of, ooh, baby. Oh, dat waren nog eens tijden. Ha, those were the days, my friend. Dat is minstens 5 jaar geleden. Minstens, minstens. Je ziet er fantastisch uit. Ja, hè? Oh, maar jij ook. Jij dan benige zwarte tante met de blonde haren. Hé, weet je die nog? Wat? Dokter? Ja, mevrouw? Dokter, kunt u me opereren? Ik heb zo'n lange neus. Natuurlijk, mevrouw, maar het blijft een gok. Ah! Successen van Sappemeer tot Maastricht. Zeg, hier is mijn pak. Ik dacht, ik breng het maar vast. Ook moet mijn pak eens nog kopen. Tof appartementje, zeg. Ja, gaat wel, hè. Groot genoeg, hè. Maar we zijn toch maar met z'n tweetjes. Ja. Je hebt toch niemand anders uitgenodigd? Nee, natuurlijk niet. Gezellig met z'n tweetjes onder de kerstboom. Ik heb een hele grote besteld. Hij wordt vanmiddag nog gebracht. Maar je moet wel dat naamplaatje laten veranderen. Komt in orde. Is hier een pick-up? Ja, ik heb er één gezien. Ah, top. Dan neem ik de platen mee. Ja. Good old swing music. Mm. Swing and sweet. From Hollywood and 42nd Street. Weet je nog? Nou. God, wat mis ik die tijd. Ha, anders ik wel. Ja, maar jij zit nog in het vak. Maar morgenavond, dames en heren, laten we deze tijd voor u herleven. Good morning. Oh, good morning. En drie en vier. Good morning, good morning. We've talked all night through. Good morning, good morning. To you, three. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. Three, four. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on its way. It's late to say good night. And good morning. Suddenly we shine on you. Good morning to you. And you, and you, and you, and you. Hop, ah, hop. Ik heb alles geregeld. What? Champagne en... Oh, oesters. Oh. Het wordt morgen allemaal gebracht. Voor die ene avond wordt het weer just like old times. Stella Starlight. En vooral Bobby Brazil. Er wordt gebeld? Er wordt gebeld. Ja, maar niemand weet toch dat je hier bent? Nee. Kerstmis is toch voor ons tweetjes alleen, hè? Ah, natuurlijk, natuurlijk. Wie zou het zijn, zeg? Zal ik kijken? Nee. Nee, ja. Pardon. Geef niks om, meneer. Die man was verkeerd. Hoe zag je dat zo gauw? Hij zei pardon. Oh, dat is de huismeester. Ook pardon. Ik heb hier mijn lijst. Pardon. Heb ik u bezeerd? Nee, dank u wel. Ik heb hier mijn lijst. Ja, hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens. Ik wil u er wel op wijzen. Natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Dank u wel. Hey, luister. Het is net of ik water moet lopen. Water? Water? Ik hoor niks. Ja hoor, ik hoor water. Jazeker, in de badkamer. Nee, dat weet ik wel. Dat wordt ingevuld op die lijst. Is hier een kraan die niet goed dicht zit? Nee, het is echt niet nodig hoor. De vorige keer was het ineens maar in de keuken. Maar pardon, zal wel zorgen dat het allemaal in orde komt. Oh, nou het is voor het eerst een kavel hoor. Hé, hoor, het is gestopt. Ja, het zat er maar voor heel even. Nou hoor! Ja, het is wel irritant hoor. Dat wordt morgen toch zeker wel gemaakt, hè? Natuurlijk, en pardon, dat is er een fluitje van een cent. Nou, een cent. Godverdorie, wie nou weer? Hoezo wie nou weer? We vieren hier toch kerstmis met z'n tweetjes, hè? Natuurlijk, schat, maar het zal komen door het andere naamplaatje. Hallo? Neemt hij altijd de honneurs waar? Hey, nee. Ja, komt u maar boven, heer. Wat?
Dus je verwacht iemand? Absoluut niet. Ja, en hij zegt, komt u maar naar boven. Nou, hij zegt zoveel. Het is een persoon met pakjes, die kan men niet beneden laten staan. Met pakjes? Met pakjes? Met pakjes. Oh, met pakjes. Met pakjes. Ja, dat zijn die pakjes die ik vanochtend gekocht heb. Die worden nu thuis bezorgd, dat zijn die pakjes. Oh, ik moet weg. Geweldig. Wat? Ik bedoel, geweldig. Kan ik de boel even goed in orde maken? Maak je nou maar geen zorgen, schat. Alles is geregeld. Zeg, morgen hoe laat? Nou, een uur of half zeven, zeven uur, half acht, acht uur, zo. Je bent allemaal niks veranderd, hè? Oh, schat, ik verheug me er ontzettend op. Toedeloe. Een zware voet. Is makkelijk. That she should care for me. For you. Is voor mij. Mag ik eens wat vragen? Nee, ik mag niks vragen. Dus dat was Stella Starlight. Mijn lijst. Leuk hoor, met dat water. Wat betreft mijn WIV-lijst. Daar komt ze weer. Hey, kom even in de badkamer. Niks ervan. Ik leg alles uit. Gewoon een misverstand. Dat zal ze toch wel begrijpen. Hallo! Marcel! Marcel! Jazeker, Marcel! Zo, heb ik jou het bed gebeld, meisje? En wat heb oma Marcel bij hem? De Christmas tree. Hi. Dit is meneer Pardon, de huismeester. Oh ja. En dat is... De loodgieter! De loodgieter? Is er wat met de waterleiding? Ja, de douche begint soms ineens te lekken. Te lekken? Te lekken? Te lekken. Maar maak je geen zorgen, mevrouw. Het is helemaal niks. Het is een fluitje van een cent. Nou, een cent. Nou, mooi. Ja, mooi, hè? Ja, mooi. Nou, mooi. Ja, mooi. Zo. En dan heb ik hier de wijntjes. Allereerst de rode wijn. Heel voorzichtig behandelen. Nooit schudden. En de wijn moet liggend leggen, horizontaal, plat. En vooral nooit te warm. Oké, meisje? Okay. Nu de witte wijn, absoluut nooit in de ijskast. Hè? Witte wijn? Nooit in de koelkast? Absoluut nooit, meneer. Dat vermoordt de neus. De neus? Tegen de deur van de koelkast. Hey, meneer! De neus, het bouquet, de geur van de wijn. Oh! Leerzaam, hè, Pardon? Nou, leerzaam. Kijk, een... Nee, kijk maar niet. Laat maar. Kijk, een kwartiertje voor het diner mag de wijn even in de koelkast. Zo, meisje, dan ga ik er nou weer eens vandoor. Ja, ik denk, ik breng die wijntjes nu maar vast, want als ik dat morgen doe, dan gaat die rode wijn gegarandeerd naar de knoppen. Dat schudt te veel. Dat moet rusten. Goeie wijn moet rustig zijn, zeggen wij altijd op de cursus. Ja. Oh, meisje, heb jij dat recept nog te pakken kunnen krijgen van die kalkoen? Ja, ja, dat is in orde. Ay, en van die dinges, die riedenvouw, die kalfslever, ik heb dat nog kunnen pakken? Nog niet, maar maak je maar geen zorgen. Oh, jongen, nou het water fietst mijn bek en als ik daar aan denk. Er gaat toch niks boven een mooi stukje kalfsleverik en een mooi glaasje witte wijn. Nee dan. Nee dan. Nou meisje, tot morgen. En als er wat is, een telefoontje, ik sta gelijk weer voor je snuit. Mannen, hey, lekkere feestdagen. Zo mevrouwtje. De loodgieter heeft het kawaii weer helemaal geklaard. Hij is hier voor zijn roodkoperen kleinen. Leuk. Zeg, wat is dat voor iemand die, Marcel? Dat zijn jouw zaken niet. Dat is mijn privacy. Oh, wie ging er alles uitleggen? Wie ging er open doen? Hey, je had hem toch kunnen zeggen dat het misverstand was? Je pardon was er bij hem alles uit te leggen. Zeg, is er wat met die douche? Nee, natuurlijk niet. Oh, ze pak van Mark is helemaal leertjes. Hoe staat het met uw lijst? Ja, daar kwam ik voor. Dan kunnen we tenminste eindelijk gerust zijn. Ja. Hè? Op de WIV-lijst, de Wat is Vrij-lijst, staat niks. Hmm. En? Wat nou en? Als er niks op staat, op de wat is vrij, is er niks vrij, hè? Niks vrij? Nee, je kan dus het beste wachten tot er wat vrij komt. Dat meent u niet! Ziet ik eruit als iemand die uit zijn nek zit te lullen. En Peter zijn zoon, wat zit hij ervan? Men is dicht, men is op vakantie, men is weg. Nou, daar ga ik dus maar. Ja, maar dat wil dus zeggen dat wij hier samen... Dat we hier samen moeten zitten? Ik heb nog een andere lijst.
De WVW. Wie vertrekt wanneer? Maar... Die ligt beneden. Hoe weten jullie dat? Overigens, ik denk niet dat u veel kans maakt, zoals ik al zei. Het is vakantie, iedereen is weg. Ik bedoel, ik zou er het beste van maken. Ja. Kan misschien best gezellig worden. Wie weet. Hè? Goeiedag. Ja. Brazil, is dat hier? Nee, pardon. Maar Brazil ook. En Van Henegouwen en Marcel en Starlight en... Ik moest deze hier afgeven. Oh. Vrolijk kerstfeest. Ja, vrolijk kerstfeest. oh, dennenboom, wat zijn uw kaarsjes? Niet een ogenblikje je mond dicht houden. Oké, ratel dan maar weer door. Ik zeg niks. Nou, jij bent er mooi hoor. Het is nou 6 uur. Zit hier na 4 uur verstommetje te spelen. En we zitten maar. Soms zit jij daar en ik hier. Soms zit jij hier en ik daar. En soms ga ik eens voor de afwisseling naar de keuken. Maar dan kom jij me meteen weer achterna. Want ik zou misschien eens met mijn vingers aan jou, ik herhaal, jouw spiegel kunnen zitten. Maar oké, allemaal prima hoor. Maar dat je niet 2 minuten je mond dicht kan houden, dat is niet om uit te houden. Ik wou dat... Stel! Pas op hoor. Hé, je trapt er mooi in, hè? Goed gespeeld, hè? Hup! Acteurtje, hè? Ik wou dat je me eens met rust liet. Dit is mijn appartement, mijn keuken, mijn douche. Maar mijn kerstboom. Jouw playborstel. Mijn kerstboom! Hop, hop! Waarom komt er altijd iemand in mijn leven? Waarom? Wat heeft dat nou voor zin, dat geschreven? Veel! Heel veel! Oh ja? Ja! Veel! Heel veel! Het is kerstmis. Leuk, hè? Het is kerstmis en zonder dat ik om gevraagd heb, zit ik met een kerstman. Wat dan hier voor mij dan? Ik zit hier ook hoor. Ik ga niet eens een kerstman. Denk je soms dat ik moet lachen om jouw geintjes? We zitten hier niet op even die boten voor jou. Nee, we zitten hier op een heel klein vlotje. Oh, het vlotje is een heel klein vlotje. Op de grote stille oceaan. Ik voel me gevangen in mijn eigen appartement. Een gevangene met een ketting en een ijzeren kogel aan zijn been. En die kogel, dat ben jij! En ik voel me net een koekoe.
Die legt zijn ei ook altijd in handen als nest. Dit hier is geen nest. Oh nee, joh. En jij gaat hier ook geen ei leggen. Nee, dat lijkt me haast niet, nee. Hé, hey, over een ei gesproken. Heb jij geen honger? Nee. Ik wel, hoor. En dorst! Dat is dan heel jammer. Zit hij na 4 uur te denken naar de dubbel? Dat leidt toch nergens toe. Arr. Heb je nou echt geen dorst? Nee! Nee? Oh, je hebt er wat in huis. Dat is mijn eten en mijn drinken. Zal ik even in de koelkast kijken? Mijn koelkast! Een pilsje! Ik heb geen bier. Colaatje! Mijn cola! Nou, maar ik moet drinken hoor, ik ben geen kameel. Op de hoek is een café. Hey, ik had toch wel even je koelkastje gezien. Nee, dat is diefstal. Je blijft er vanaf. Hier. Groenloosstraat 25, 4e verdieping, appartement 7. Ik heb het betaald toch, hoor. Oh, ik heb ook zo'n papiertje, hoor. Jij of Marcel? Heeft Marcel jou? Oh, dat dacht ik wel. Ik zag het meteen. Oh, je bent er dus zo eentje. Oh. Nee, ik ben er niet zo eentje. Ja. Jij, hè? Jij huurt hier wel een appartement, om met die big star. Oh, daar mag ik niks van zeggen, zeker. Ja, daar hebben we het nou niet over. Ik heb dorst. Ja, dat is mijn schuld niet. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw dorst. Ja, ben ik me niet verantwoordelijk voor deze situatie. Begrijp het toch eens? Het is de schuld van Peters en zonen. Hun moet je uitschelden. Bel ze op. En dat zeg je nou pas? Oh. We zitten hier nou 4 uur te niks aan onze hersens te pijnen om een oplossing te vinden. En nou ineens zegt hij, bel ze op. Sorry, geintje. Echt, sorry. Zo een geintje. Nou ja, ze zijn er niet. Pardon, heeft toch gezegd dat ze gesloten zijn? Jij, hè? Jij bent ook... Oh, wacht. Ze zijn er wel. Peters en zonen. Ja, luister. Laat mij nou eens wat zeggen. Van Henegouwen is de naam. Ik huur van u een appartement in de Groenloosstraat. Vierde verdieping. Appartement 7. Dit appartement is dubbel verhuurd. Hoe lost u dat op? Je moet doorpraten, je moet je niet afgeven. Dat pikken we niet. Dat pikken we zeker niet. Ik ben niet van plan om samen met hem in te gaan wonen. Ik ken hem niet eens. Het is kerstmis en door uw stomme schuld valt hij in het water. Nee, niet in de sneeuw, grapjas. In het water, idioot. Ja, doorgaan. Onbekwame, achterlijke, niet op een overgehaalde kletsmajor. Zwandeus! Fantastisch, geweldig, prima, de Luc. Oh, wat zei die? Wat was het antwoordapparaat? Ach, schatje, nou toch. Ach, wat vervelend, nou toch. Nou ja, je hebt ze in ieder geval maar eens flink gezegd. Ja, ik heb het flink gezegd, hè? Nou en of. Heb je wel gewacht op de pieptoon? Ja? Goed zo, dan staat het er allemaal op. Ik zal ze straks nog een keer of 5 opbellen. Na de pieptoon roep je dan allemaal verschrikkelijke dingen. Ja, dat moet je doen. Dat zal ze leren mijn appartement dubbel te verhuren. Mijn appartement? Nee, mijn appartement. Het is mijn appartement, mijn keuken, mijn badkamer. Ah, oké dan. Ons appartement dan. Ons? Ons, ja, ons. Moet ik het anders noemen. Shit! Of je nou roept, of tiert, of zwijgt. Je zit aan elkaar vast. Mijn eerste kerst. De eerste van mij alleen. Mijn eerste kerst met Stella, sinds jaren. Maar jij bent toch niet alleen? Jouw Marcel komt toch? Dat is niet mijn Marcel. Oh, onze Marcel dan. Begin je nou weer? Marcel is niet mijn Marcel. En hij betaalt jouw appartement. Ja, maar toch is het mijn Marcel niet. Het is Sophia, Marcel. Oh. Oh, ah. Ja. Dus Sophie komt morgenavond niet mee? Jawel, Sophie komt mee met Marcel. Sophie is een vrouw. Ja. Een zuster van mijn moeder. Tante Sophie. Tante? Ja. En Marcel was vroeger mijn oom Rinus. Maar toen zijn zaak heel groot werd, vond Sophie dat hij Marcel moest heten. Ja. Nou ja. Dat zijn mijn zaken niet, maar... Ja. Het wordt hier wel vol, zeg. Stella en ik en jij en Marcel en Sophie en je ouders. Mijn ouders komen niet. Wat zeg je?
Mijn ouders komen niet. Oh nee? Daar heb ik geen contact meer mee. Ga weg. Weet jij misschien waar de kurkentrekker is? In de tweede la. Het zit helemaal fout tussen mijn ouders en mij. Jezus. En de glazen? In de kast naast de koelkast. Boven de koelkast. Ja. Na mijn scheiding begon het fout te gaan. Wat zei je nou? Na mijn scheiding begon het fout te gaan. Oh, het is heel naar, hè? Met dagen zoals deze voel je dat het ergste. Ja. Het was naast de koelkast. Proost. Proost. Marcel en Sophie helpen mij nou zo'n beetje. Ze lenen mij de 3 maanden huur van dit appartement. Maar dan kan je het hun toch uitleggen? Je kan zelfs kerstfeest bij hun vieren, dan ben je meteen bij mij af. Nee, dat doe ik niet. Ik sta nou op eigen benen. Ze komen hier. Oké. Oké. Dat is goede wijn, zeg. Ja, hè. Kan jij niet naar Stella Starlight? Nee, dat kan niet. Huur een suite in het Hilton en stuur de rekening naar Peters en zonen. Ik zit altijd in hotels. Of bij haar thuis. Of je nou hier bij de slaapt of bij haar thuis. Daar gaat het niet om. Wie zegt dat nou? Het gaat om het kerstfeest vieren. En dat doen we hier, met een echte boom en met pakjes. Dan zijn we uitgepraat. We vieren hier kerst. Het familiefeest bij uitstek met allemaal vreemde mensen. Hoe moet ik ze dat uitleggen? Ja. En ik... Die zullen raar opkijken. Oh. Stella zal niet weten wat ze ziet. Belachelijk, hè? Ja, ja, mensen kunnen maar metmaken, hoor. Dan staan we hier alle twee te lachen. Ja, en net stonden we alle twee in negligé. Hartstikke idee. En net stonden we alle twee nog te schreeuwen. Ja, en ik vraag me af waar we straks alle twee gaan slapen. Zie je nou wel? Wat? Zie je nou wel, ik had het kunnen weten. Oh, jij bent er dus ook zo één. Oh, mannen! Wat heb je nou? Koppijn van jou. Eerst 3 keer de deur van de badkamer open doen. Van je? Ja, ik kan zeker niet tegen wijn. En sindsdien denkt meneer aan niks anders. Ik vroeg me gewoon af waar het bed zou kunnen zijn. Bed, bed, bed. Seksmaniak. Ik zocht gewoon het bed. Mijn bed zocht je. Mijn bed. En jij zou, als ik er niet was, in mijn bed met La Stella, a night with starlight. Komt dat zien? Komt dat zien? Viezerik! Oh, ik ben geen viezerik. Ik ben ook geen zwezerik. Marcel, die is boven. Oh, Marcel, daar buiten! Oké, als we hebben Sophie erbij. Wat dan? Buiten! Oké, okay, maar laat ze buiten de deur staan. Oh. Kippertje, hey. Daar gaat hij weer, daar draait hij weer. Daar gaan we weer voor 1 uur of 4. Lieve Marianne. Beste juffrouw van Henegouwen. Nou, ik zei alleen maar en met de allerbeste bedoelingen, ik vraag mij af waar wij straks gaan slapen. En ik bedoelde dus, slapen. Dat zal wel. Slapen, soezen, maffen, snurken. Ja, ja. Ieder mens moet slapen, dat is bewezen. Ja, ja. Neem toch niet alles zo verkeerd op. Waar is hier nou een bed? Bed, bed. Bed. Gaan we nog niet vertellen dat hier geen bed is? Ik heb verdomme betaald voor een bed. Hier, we doen een spelletje. Hier, koud, warm, bed, bed, warm, koud, bed, bed, warm, koud. Hier, ik heb betaald voor een bed. Ik wil dat bed zien en ik wil erin slapen ook.
is dat echt nodig dat jij in een bed slaapt? Ben je gek? Natuurlijk niet. Ik slaap overal. Dus nooit in een groot konijn ook. Maar als er een bed is, ga ik er niet naast liggen. En ik dan? Maar jij slaapt ook in dat bed. Oh ja, dat ken ik. Wat? En dan stilletjes. Echt per ongeluk. Wat? Met één been over mijn been. Vijf sensuele tenen die zich niet kunnen inhouden, kruipen dan echt per ongeluk over mijn niets vermoedende dijk. Houd toch op, ik heb mijn tenen volkomen in hand. We slapen gewoon rug tegen rug, met ruimte ertussen. Hier, we leggen er wat tussen. De kerstboom. Ja. Bed is toch groot genoeg, hè? Ja. Of is het zo'n lief klein twijfelaartje? Oh, meneer Jack, dat je bent! Godsnaam, Marianne! Ah, Bobby! Waar is hier nou een bed? Hier! Hier! Hey. Bed! Hey, rustig! Hier! Uit bed. Spreek het niet meer uit. De kribbe. Wat? Ik spreek dat andere woord niet meer uit, oké? Okay? De kribbe. Ons kribbetje. Ons lekker opklapkribbetje. En we verdelen het eerlijk, is groot genoeg. Eentje hier en eentje daar. Een opklapkribbetje om slaapje te doen. Dat is hem dan. Hier, een lekker groot, breed kribbetje. Met Bobbietje hier en Mariannetje daar. En met de ruggetjes tegen elkaar. Oké. Maar ga jij dan hier liggen en ik daar? Waarom eigenlijk? Nou, ik slaap daar. Ik slaap altijd op mijn linkerzij. Oh ja? Ja. Op mijn rechterzij kan ik niet slapen. Ik ook niet. Hoe bedoel je? Ik kan ook niet op mijn rechterzij slapen. Ja, wat is dat nou voor flauwekul? Dat is echt waar. Nou, in ieder geval, ik slaap daar. Ik moet op mijn linkerzij slapen. Dan ga jij dan op je linkerzij in een stoel slapen? Ben je nou helemaal? Als er iemand op die stoel gaat slapen, dan ben jij dat. Ja, als er een bed is, dan ga ik niet op die stoel liggen. Ah! Bobby! Oh nee, hier zitten zijn voeten natuurlijk. Bobby! Mond op mond! Ja, mond op mond. Maar hoe moet dat ook alweer? Hé, voel een stuk beter! Ik slaap niet in die kribbe! Wat heb je nou? Ik wil je helpen. Ik denk dat je bewusteloos bent. Maar je bent een profiteur, een opportunist. Kom nou toch! Ik ben 32 jaar. Op mijn 23e getrouwd. Op mijn 25e gescheiden. Op mijn 27e gaan samenwonen. Op mijn 28e weer alleen. Op mijn 29e weer gaan samenwonen. En vorige maand weer in de steek gelaten. Ik woon hier nu alleen en ik wil alleen blijven. Ik wou alleen maar... En ik wil absoluut geen man in mijn kribbe. Ach, bed! Dit is mijn appartement. Van mij alleen. En dat wil ik niet delen met iemand anders. En zeker niet met een man. Ik ben zo moe, mannen. Alles went, behalve een vent. Wie nou weer? Oh, pardon, je komt als geroepen. Hoezo? Hier, dat bed klapt zo ineens maar dicht. Nou moet u mij niet in de maling gaan staan zitten nemen, hè? Hoezo? Dat is de bedoeling van dat bed, nietwaar? Dat is een opklapbed. Ja, nee, maar dit is een dichtklapbed. Je gaat erop liggen, het klapt zo ineens maar dicht. Ik zat ertussen. Tussen het bed? Ja! Terwijl het dichtklapte? Precies! Dat is niet normaal.
En u zat er met hem samen tussen. Gelukkig niet. Je schrikt je rot, je moet het zelf eens een keertje meemaken. Ik heb geen opklapbed. Oh. Ik heb een waterbed. Zo. Als je dan van je ene bil op je andere draait, dan wiebelt dat. Een waterbed, ken u dat niet? Ik ken hem al te goed, ik zit bijna het hele jaar op het water, op zee. Een zeeartiest. Meneer Pardon, kunt u dat bed eens nakijken, alstublieft? Precies. Dat is nou voor het eerst dat ik daarvan hoor, een zeeartiest. Je had vroeger op de televisie de Stratenmakers op zeeshow. Het is de bedoeling dat u dat bed zou repareren. Precies. Met aardstaartjes. Ik, hè? Dat bed repareren, dat blijft nou toch openstaan? Ja, dat is het er nou juist. Tot vandaag heb ik er nog nooit last mee gehad. En daarnet ineens vloep. Vloep! En ik zat ertussen. Vloep. Dan is het een schroef. Of een moer. Of een klep. Er zit daarboven een klep. En die klep, die kleppert. Dat is het. Maar ja, de onderhoudsdienst is weg en ik heb er ook geen verstand van. Dus niemand kan het maken. Beste. Waar ik dus voor kwam. Mijn WVW-lijst. Ah ja. Wie vertrekt wanneer? Geen goed nieuws. Er vertrekt helemaal niemand. De eerste die vertrekt, dat ben u zelf, meneer Brazil. Maar ik blijf me inzetten voor een klantvriendelijke oplossing. Ja. Het beste. Nou. Dat was dan dat. Ik ga wel in die stoel slapen, dan kan jij op je linkerzij in het bed slapen. Oh nee, je hoeft niet op de stoel te gaan slapen. Ten slotte heb jij er ook voor betaald. Ja, maakt niet uit. Jawel, slaap jij maar in jouw bed. Ik slaap wel op de stoel. Dat is helemaal mooi, zeg. Nou hebben we een bed, dan wil niemand erin slapen. Ja, is toch geen probleem? Natuurlijk. Nou is het ineens mijn bed. Nou heb ik de kans om op een hersenschudding op te lopen als die muizenvallen ineens dit klapt. Nou ja, dan slaap jij er vanavond in en ik morgen. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Nou wil ik eens een keer gastvrij zijn. Gastvrij zijn? Laat me toch niet lachen, zeg. Gastvrij met het bed dat je morgen in de Filistijn hebt geholpen. Voor jou kan je ook geen goed doen, hè? Nee, hè? Voor geen enkele man kan je goed doen. Je bent net als al die anderen. Wou je zeggen dat ik net als al die anderen... Nou begrijp ik het. Nou snap ik het. Daarom is dat bed kapot. Dat is gemeen van je, Bobby Brazil. Dat is intens gemeen. Ik heb op bed pas 2 weken en ik slaap er alleen. Ik kan mannen niet lucht of zien. Maar het is mijn schuld niet. Oké. We slapen hier samen. Maar ik hou alle kleren aan. En jullie doodstil. Jullie beweegt niet. Anders maken wij een gezamenlijke salto mortale. Sorry Marianne, maar dat was echt niet de bedoeling. Ja, dat zeg je nou wel. Stille nacht, rustige nacht, ieder op zijn eigen kant. En doe alsjeblieft niet zo irritant. Ga met mij mee naar dromenland. Kerstkindje, slaap maar zo. Bobby houdt trouw de wacht. Hey! Hey! Marianne! Hoe kijk je dan naar? Marianne! Wat bent? Het is waarschijnlijk een schroef of een moer of een klep. Ah. Marianne! Marianne! Marianne, word wakker! Wat moet ik dan dit doen? Ik kan het toch niet dezelfde doen. Marianne!
Marianne! Ze is 32 jaar, 23 jaar getrouwd, 25 jaar gescheiden, 27 jaar getrouwd, 28 jaar getrouwd, 29. En nu is ze bewusteloos. Marianne! Wat moet ik nou doen? Mond op mond! Laat dat beest even met rust komen kijken. Het is de eerste keer dat ik zo'n ding klaarmaak. Ik ben niet zo'n held in de keuken. Nou, neem dan oesters, net als wij. Oh. Oh. Nou, wat dacht je ervan? Wat zeg je ervan? Het is prachtig. Ja, hè? Echt prachtig. Ja, heel wat mooier dan die altijd groene playborstel van jullie. Het is echt schitterend. Muziek! Alsjeblieft, ouwe hop, ik voel me wegsmelten. Ik kan er niet aan toegeven, al dat romantisch gedoe. Romantisch gedoe, dat is kerstfeest en dan moet je vieren, mevrouwtje. Met echte kerstmuziek. Zo. En met een echte boom. Of was je weer van plan de hele avond stommetje te gaan spelen, zoals je de hele dag al hebt gedaan? Je hebt van mij geen last gehad. Ik ben net 2 uur thuis. Ik heb de hele dag boodschappen gedaan. Ja, ik ook. Slingers, hartjes, kerstballen, van alles. Ik was al weg toen jij nog sliep. Dat bedoel ik niet. Je hebt de hele dag niks tegen me gezegd. Nou ja, hallo heb je gezegd. Wat valt er nou te zeggen? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met... Bobby, je bent zo'n pink. Je hebt vannacht woord gehouden, je hebt geslapen. Je hebt niet geslapen. Je hebt gesnurkt. Oh, dat is me niet opgevallen. Oh, en omdat ik gesnurkt heb, ga jij de hele avond weer stommetjes spelen. Leuk hoor. Ik wil niet dat je van me denkt wat je denkt. Dat denk ik niet. Wat? Wat jij denkt, dat ik denk, dat denk ik niet. Oh nee? Nee. Je bedoelt van dat... Mond op mond. Ja, ik weet niet waarom ik dat ineens riep. Ik heb geen man nodig. Ik heb er 3 gehad. Zo, ik ga alleen leven. Ik heb niemand nodig. Nou? Wat? De bel. Jouw bel. Jouw bed, jouw appartement, jouw bel. Begin je nou weer? Het is onze bel. Kijk eens aan. Ja, onze bel. Hé, hey, onze bel. Nou, doe dan open. Ik niet, doe jij maar open. Jij hebt niemand nodig, jij kan alleen leven. Ja, maar als ik hallo zeg en het is jouw gast, dan denkt hij, wat is dat nou? Ja, en als ik hallo zeg, ja zeg, zo kunnen we aan de gang blijven. Weet je wat, we nemen gewoon niet op. Nee, dat kan niet. Wacht nou even. Als jij hallo zegt en het is Sophie, dan denkt ze dat ik hier met jou... Ja, wacht. Maar als het Stella is, dan is alles oké. Maar als jij nou hallo zegt en het is Marcel, en verdorie, die moet er nou opnemen. Laten we de kalkoen vragen. Nee. Ja, die kan dat. Ik heb hem gisteren heel duidelijk hallo horen zeggen toen jij hem aan het vullen was. Hallo, wat stoppen ze nou allemaal in mijn lijf? Denk je dat je lollig bent? Hap! Ha. Hallo, hier Hilversum. Hier is de Vara. Hallo. Ik hoop voor jou dat het Marcel is. Hallo. Niemand? Ze komen natuurlijk naar boven. Misschien heeft pardon opengedaan of misschien ging er iemand naar buiten. Ja, misschien zijn ze wel weggegaan omdat ze dachten er is niemand thuis. Misschien zijn ze vastgevroren, ja. Er werd 15 graden fors voorspeld op de radio. Ja, maar wat moeten we nou doen? Misschien zaten ze zwavelstokjes te verkopen op de hoek van de straat. Hang nou op. Misschien zijn ze naar het leger des heils voor een kom dampende erwtensoep. Humor. Lachen. Ja, dat is maar makkelijk, zeg. Loop maar weg. Ja, dat kan ik mooi oplossen natuurlijk. Hallo, Marcel, I presume. Hallo. Didn't you take a little wife? Oh! Hallo, Sophie, hello. Marianne, yes, she's in the kitchen with both her hands in the kalkoen. Hey! Hey,
en op mijn voeten. Stella! Wat duurt het lang voordat je open doet, zeg? Ja, ik was nog even bezig. Het vriest dat het kraakt. God, wat erg, zeg. Oh, mijn voeten zijn een paar ijsklompen. Stella, kom eens even hier. Ik moet je even wat vertellen. Ja, straks. Ik sta er maar met lekkende oesters. Oesters? Oh, hier, zet ze even in de keuken. Oh, nee, dat is veel te warm met die kalkoen. Kalkoen? Heb jij een kalkoen? Ja, een gevulde. En ik heb oesters meegebracht. Zet ze even op, kom, geef maar hier. Ja, maar dat is nog niet alles. Och, wat ziet ons kerstkindje met de lange benen er mooi uit. Gewoon nog ossetongen Madeira saus en van die bakjes. Dat moet meteen... Nou ja, straks dan maar, hè? In de oven. In de oven? Oh, dat wordt vechten met die kalkoen. Oh, 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 baby, it's cold outside. I should la 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 la. Bobby? Oh, je hebt Bobby. Gelijk, je hebt gelijk, het is steenkoud buiten. Wat zit er daar in je keuken? Kalkoen. Bobby, wat is dat daar in je keuken? Nee, ik zal even kijken, even kijken, even kijken. Koelkast? dubbele afwasbak? diverse wie kastjes? Wie is die vrouw? Jij ziet ook alles! Dat is Marianne! Marianne! Ja, Marianne van... Marianne, Jan, Janne. Tussen de potten en de pannen. Dag. Dus u bent Stella Stalaert? Nou, zie je nou wel? Dan ben je toch al jaren uit het vak. En iedereen kent je nog in Rotterdam. Dat zijn Marcel en Sophie. Wie? Marcel en Sophie, dat waren eens wereldberoemde acrobaten. Top op de beeld. Barnum en Bailey, Circus Bottini, Strasbourg. Maar nu zijn ze ouder geworden. Nu hebben ze een zeehondennummer. De zingende zeehonden. Hallo! Dag Mariannetje, dag meisje. Zo kind, hoe is het ermee? Alles kids achter de rits. Ja hoor, oom Rinus. Marcel! Nee hoor, voor jou blijf ik gewoon oom Rinus hoor, schatje. Ja hoor. Hey, ik heb de pakjes bij. Nou, ik zal ze gelijk weer even onder de boom. Zo de juk. Doe je jas uit, ik zal hem ophangen. Het is koud buiten. Koud dat het is koud zeg ik. Hey Sofietje, moet je nou eens kijken van de kanjer? Oh, maar Marianne, wat heb je nou gedaan? Ja. Wat een bakbeest. En waar is onze boom? Die staat daarachter. Je kan het niet zo goed zien, hè? Nee. Waar is dat nou voor nodig, Marianne, zo'n grote? Ik zeg zo'n grote zeg ik. Doe je mantel toch uit? Ja, hoe is het met de kalkoen? Goed. Hij slaapt. Als je mijn recept precies hebt opgevolgd, dan zul je niet weten wat je proeft. Ik hoop het. Het ziet er in ieder geval lekker uit. Heb je hem goed gevuld? Ja, ja. Hij zit goed vol. Hij kon echt niet meer op. Met de truffels. Wat een knoepert. Een pan kalfsgehakt. Dat zit er ook in. De lever van de kalkoen. Wat een reus. Het lijkt aan de gijzing wel. Hé, hey, moet je eens horen, die muren van je die maken ruzie. Hé, hey, is het een kindje afgelopen? Het is kerstfeest. Gloeiende gloeien. Potverdrie. Onder in de vulling heb je toch 4 eieren gedaan. Ja. En voor de decoratie peterselie en sinaasappel. Ah, Sophie, wat ben je nou aan het doen, meisje? Laat haar naar haar eigen gang gaan. Het is toch haar kalkoentje? Ik wil alleen maar helpen als je dat nog nooit gemaakt hebt. Hey, beginnen die klanten weer, zeg. Hey, hallo, is het een kindje afgelopen? Het is kerstmis, maak er geen ruzie. Hey, ken jij dat liedje van Johnny Kraaikamp? Het was kerstfeest in de harem, de mooiste dag van het jaar. En vele mooie vrouwen, die lagen door mekaar. Toen kwam ineens de kerstman. Zo gedraag je. Nou, dit is toch een aardig liedje. Jongen, wat een cadeaus onder die boom. Marcel, daar heb je onze pakjes gelegd. Nou, daar ook, bij die hoop. Ja, maar welke zijn al van ons? Ze zijn allemaal ingepakt in hetzelfde papier. Zo de Jumarians. Jij bent in dezelfde winkel geweest als wij. Waarom liggen die van ons dan, Marcel? Ja, hoe moet ik dat dan weten, Sophie? Er liggen er 3 van ons bij. Hé, hey, hallo. Dan heb jij wel erg veel pakjes gekocht. Nou, wij zitten geramd, Sophietje. Ga toch zitten. Hé, hey, ja. Zelf.
Weet je zeker dat ik niet hoef te helpen? Nee. Zit die al in de oven? Ja. Een aperitiefje? Liever een sherry. Medium. Ik heb punch gemaakt. Punch! Geweldig! Oh, schat. Oh, ja. Dat is een drankje. Hij weet wel heel veel van wijnen. Hij zit nog steeds op die wijncursus. En de punch! Met de groeten uit Puerto Rico. Allee! Let maar niet op mij, hoor. Ik ben heel erg verlegen. Jullie zijn veel te vroeg. Ik heb nog niks kunnen uitleggen. Er is niet zo leuk als kennis te maken met een goede puntje in de hand. U bent Sophie. En ik ben Bobby. En dat is Stella. En hier is uw punch. En u bent Marcel. En ik ben Bobby. En dat is Stella. En hier is uw punch. En hier... Wij kennen elkaar reeds. Dank u wel. Ik zou zeggen... Proost! Op. Ja. Proost! Vrolijk kerstfeest. Joyeux Noël. Merry Christmas. Feliz Navidad. Alhoewel deze ruimte hier niet op voorzien is. Ga weer allen, lieve vrienden. Deze avond, deze heugelijke kerstavond, vredevol en vreugdevol, samen vieren. Kerstavond, roep me de gedachte op aan. Marian! Wie is die Quibus? Kunnen we niet beter eerst uitleggen wat er aan de hand is? Niet te geloven. Ik zeg niet te geloven, zeg ik. Uitleggen? Dat heeft hij daarnet met mij in de keuken ook geprobeerd. En ik begrijp er nog steeds niks van. Dom blondje. Ik wist niet dat jij nog meer gasten had. Ja, wij zouden toch de enige gasten zijn? Dat zijn jullie ook. Ik ben geen gast. Stella is mijn gast. Neem nog een punch, Marcel. Dat helpt. Bobby woont hier, maar... Wat zeg je me nou, Marian? Is het weer zover? Nee. Bobby is mijn... Vriend! Dat is toch niet waar, hè, Marian? Helemaal niet. Hier, pak nog een punch, Marcel. Drie achter elkaar opdrinken, net als ik. En je vindt het helemaal niet erg meer dat we elkaar hier de hele avond moeten aangapen. En wij maar voor jou in de bres springen. En je huishuur betalen heb je nou nog niks geleerd. Nou zit je hier pas 14 dagen. En dat is alweer van hapsakee. Ik zeg van hapsakee, zeg ik. Bobby heeft dit appartement gehuurd. Pardon? Nee, dat is de huismeester. Hij heeft dit gehuurd en hij woont hier? Ja. Met zijn... Vriendin? Heeft het over mij? Stella is mijn gast en jullie zijn de gasten van Marian. Het appartement is dubbel verhuurd. Dubbel verhuurd? Dus eerst aan u en toen aan mij? Ik bedoel aan Marian. Zo zit dat. Die punch helpt, hè? Dat is sterk, zeg. Ik heb ze wel eens sterker gedronken. Dubbel verhuurd. Maar wij vieren hier kerstfeest. Dat is ook toevallig. Wij ook. Hé, gezellig. Volgend jaar bij jullie. Pardon? Nee, dat is de huismeester. Uitpak. Begrijp je er al iets van? Hallo, ben ik in beeld? Maar dat had je ons toch wel eens kunnen vertellen, Marian. Ik weet het ook pas sinds gisteren. Alles was geregeld. Alles was in huis. De kalkoen. Ja, de kalkoen ook. Dubbel verhuurd. En daar kan niemand iets aan doen, behalve Peters en zonen. Hé, hey, Peters en zonen, mooi zo. Die zal ik eens even een poepje laten ruiken. Marcel. Herstel, die zal ik eens even... Ja, wat is er nou tegen poepie? Kan je ze niet opbellen? Peters en zonen zijn gesloten. Die vieren ergens kerstfeest in een heel grote villa. Een villa met heel veel ruimte. Hoeveel zonen heeft hij dan? Ha, wij woonden vroeger ook in een villa. Ah. Nou, daar zitten we dan. Met heel weinig ruimte. Je wordt bedankt. Ik had het me heel anders voorgesteld.
Ik zeg, ik had het me heel anders voorgesteld. Ik had het me heel anders voorgesteld, zeg ik. U had het zich zeker heel anders voorgesteld. Dubbel verhuurd. Nog een punt, Marcel. Veel stoelen zijn hier ook niet. Ik zeg, veel stoelen zijn hier ook niet. Veel stoelen zijn hier ook niet, zeg ik. Daar zitten we dan. Vriezen we dood, dan vriezen we dood. Ja, ja. Ik zeg ja, ja. Ja, ja, zeg ik. U haalt me de woorden uit de mond. Dubbel verhuurd. Daar gaan we toch niet de hele avond over zeuren, hè? Hé, hey, hallo, ik zeur helemaal niet. Dat vind ik ook. Ik zeg dat weten we wat u gaat zeggen. Hoe weet u nou wat ik ga zeggen? Een vrouwelijke intuïtie. Dubbel verhuurd. Nou, je wordt bedankt. Maar omdat het vandaag de dag is van vrede op aarde, vooral voor mensen met kleine appartementen, stel ik voor dat we het zo gezellig mogelijk gaan maken. Gezellig? Waar gaan we dan wel over praten? Met u erbij zal er geen enkel probleem zijn. Zullen we aan tafel gaan? Ik zal het voorgerecht halen. Eindelijk de Riedenvaux! Dat is tenminste een troost. Mijn man doet ook een cursus Franse keuken. Oh. Haute cuisine. Ach. Kalfsvezerik kon ik nergens krijgen. Hé, hey, dat is toch niet waar, hè? Ik heb een garnalencocktail gemaakt. Garnalencocktail? Ja, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik zal de oesters eens gaan halen. Oesters? Hey. Het is niet waar. Eet u oesters? Nee, hoor. We hangen ze in de kerstboom. Oesters? Als ik ze alleen maar zie, dan krijg ik gewoon... Kippenvel, een... schatje. Ja, zij krijgt van oesters kippenvel. En als ze kip eten, krijgt ze... Uitslag. Wat gek! Daarom krijg ik ook nooit oesters. Ik word toch niet verkouden? Hé, hey, hallo. Al die pakjes onder die boom daar. Achter zijn natuurlijk pakjes van u bij. Voor die meneer. Ja, Bobby, ja, natuurlijk. Bobby. En ook weer pakjes van die meneer voor u. Ik hoop van wel. Nou, dat wordt dan ook al niks. Weinig pakjes, weinig ruimte, geen Riedenvaux. Die puntjes wel lekker. En nou nog stoelen. Marjan, die puntjes lekker. Bobby heeft hem gemaakt. Het recept heeft hij meegenomen uit Puerto Rico. Ja, die puntjes wel lekker. Echt waar? Heb ik geleerd van een prachtige negering. Oh ja. Sinaasappelsap, ananassap, flink wat rum en een fles witte wijn. Hé, hey, witte wijn? Wat voor witte wijn? Die daar stond. Mijn Sancerre! Ja, zoiets geloof ik. Hans, yeah. Meneer, bent u wel maar van god als om mijn Sancerre te gaan gebruiken voor die ordinaire punch? Neem me niet kwalijk. Je krijgt er een fles champagne voor terug. Hier gaat toch zitten. Ja. We hebben een stoeltekort. Ja, ik heb alles waar we op kunnen zitten bij elkaar gezocht, maar... Bobby, we hebben een stoeltekort. Helemaal geen stoeltekort. Bravo! Geen stoelen tekort, we kunnen daar gaan zitten, maar we kunnen ook weer hier gaan zitten. En af en toe de ruimte is van plaats. Wat hebt u toch altijd een aardige ideetjes? Nou, die gozer is echt niet goed met zijn kokosnoot. Ik wil niet onbeleefd zijn, maar ik zit en ik blijf zitten. Ten slotte betalen wij de huur van dit appartement. Ik zit. Ik zeg ik zit. Ja, zo komen we zeker stoelen tekort. Hey, Marjan! Marjan! Ja? Hij heeft mijn Sancerre gebruikt voor zijn ordinaire punch. De mooiste witte wijn van de hele cursus. Ik zal de andere uit de koelkast halen. Ja. Ik zit ook. Ten slotte heb ik de oesters betaald. Wel, goeie. Ik heb nog zo gezegd, niet in de koelkast. Je vermoordt witte wijn in de koelkast. Eerste les. In de oven was geen plaats meer. U hebt toch helemaal geen verstand van wijn? Is er nog plaats op die cursus van jullie? Ga jij nou echt naast mij die oesters zitten eten? Ik kan het niet zien, die flabber. Kijk er dan maar naar de garnalen. Smakelijk eten. De sauceur! Ach, nee. De laatste!
Oh, je hebt je er wat gesneden, hè? Nee, het is niks. Het is niks. Het is geen cola. Ik leed uit mijn hand. Leg het je niet aan. Hier, neem een glaasje champagne. Ja. Ik moet het eerst even opruimen. Komt goed uit, want wij hebben een stoel tekort. Hey, hallo. Zeg, die oesters zijn fantastisch. Halt jij! Alle mensen. Niezen, doe je maar één keer. Valt alweer mee. Zeg, wat is dat voor champagne? De allerbeste. Dat proef je toch meteen als kenner? Dat is Marcel zijn hobby. Wijnen. Ja. En Marcel? Toen hij in de fut ging, is hij meteen met zijn eerste cursus begonnen. Sancerre drinkt hij alleen met kerstmis. Wat zielig. Moet hij weer een heel jaar wachten? Help! Neem me niet kwalijk. Nee. Ik zeg, neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk, zeg ik. Marcel? Ja, wat is er? Je moet niet meteen kijken. Oh. Er hangt van alles op de jasje. Nou, het was ook een flinke niesbui. Godverdomme zeg. Wat is dat nou? Mijn oester. Ja, jij nieste en mijn oester zat los en vloep. Vloep, vloep. Maar het meeste is er alweer van afgedropen. Er zitten alleen nog wat slijmpjes op je jasje. Godverdomme zeg, schij uit. En waar is de rest dan heen gevlogen? Ja, dat weet ik niet. Hij spatte uit elkaar. Ja, jongen, wat doe je nou? Wat doe je nou? Zo, het is alweer bijna uit. Oh, kijk nou toch, hoe kun je zoiets eten? Zo. Hou op! Wat een nou, je eigen, moet je nou toch eens even kijken. Oh, Marcel, je nieuwe Colbert. Hij moet hier toch ergens liggen? Getverde. Vloek niet zo, Marcel. Ik zeg, vloek niet zo, zeg ik. Dat is alweer drie keer. Hoe moet dat zijn als jij wat gedronken hebt? Hier heb ik hem. Mijn nieuwe jassie, god hier, gunde mijn nieuwe jassie. Samen met de Filistijnen. Nou, ik had beter in mijn overrol kunnen komen. Marcel, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Je niest ook als een nijlpaard. Wacht, ik zal er even... Hé, laat mij maar. Ga jij nou eerst maar even eten. Ik haal het er wel even uit met een beetje water. Ik ben geen nijlpaard. Ah, kom nou, Cookie. Ik ben geen nijlpaard. Ah, natuurlijk niet, schatje. Je niest alleen maar zo. Nog wat champagne? Heel graag. Schenk jij even in? Ga ik nog wat oestertjes halen? Cookie. Ik hou dat zo niet vol. Moet je nou eens kijken hoe we hier op elkaar geplakt zitten. Laten we daar gaan zitten, ieder op zich. Ten slotte hebben we niks met die mensen te maken. Nou, dat vind ik een hartstikke goed idee. Misschien gebeuren er ook wat minder ongelukken. Zo. Ja, juist. Hey. En ik? Zet er een stoeltje bij. Stoeltje bij. En laten ze het nou weer uitzoeken onder elkaar. Nou ja, dat is toch geen gezicht.
gezicht, schat, bij hier zitten. Ik ken zo echt niet eten, schatje. Mijn maag zit helemaal in de knel. Oh, en je niest op mijn voorgerecht. Ja, daar kan ik toch niks aan doen? Ja, maar lief, ik kan het zo niet eten. Ik ken toch geen granaatjes uit de kommetje gaan zitten frutselen. Zo. Laten we dan weer daar gaan zitten. Hé, hey, ja. Nou, ik heb nog nooit zoveel verhuisd van mijn leven. Zeker niet met de kerst. Zo, hij staat in de week. Dat vlekje zal er straks zo wel uit zijn. Zo, waar waren we gebleven? Ah, yeah. Precies, daar. Nou, ik heb zat, ik hoef niet meer. Hele mooie Zeelandse oesters, vers uit de zee. Oh, dan komt ze weer met die beesten. Ik heb nog 5 minuten en dan moet de kalkoen uit de oven. Ja. Zullen we alvast een pakje openmaken? Hé, hey, ja. Ja. Ja, laten we dat doen, dat is weer eens wat anders. Ik zeg, dat is weer eens wat anders. Dat is weer eens wat anders, zeg ik. Ja, dat is weer wat anders. Zeg, dan maak ik vast een lekker flesje rode wijn open. Nee, Marcel, wacht nou tot na de pakjes. Dat is nou lastig, zeg, met hetzelfde papier. Welke doen we nou eerst? Dat grote is van mij. Kijk eens, schat, voor jou. Oeh, dankjewel, Stellage. En dan is, volgend jaar moeten we het erop schrijven, hoor. Wat voor mij is en wat voor Bobby is. Hé, je denkt toch zeker niet dat ik volgend jaar weer met die klanten... Nou, geen haar op mijn hoofd. Oh, Marcelie boy, de avond moet nog beginnen. Ja, dat is het hem juist. Hij moet nog beginnen. Ik ben nou mijn jasje al kwijt. Waar gaat hij eindigen? Hey. Dankjewel, Stellage. En dan is dit... Dit is voor Marcel. Oh, hey. En dit is voor Bobby. Nog meer, oeh. Hey. En dit voor oom Rienus. Nou, hey. Marjan, leer dat nou toch eens. Je oom Rienus heet al meer dan 20 jaar Marcel. Kijk, die mannen is glunderen. Ja. Uitpakken. Ja. Jij eerst, Marcel. Ik ben nog een beetje achter met de oesters. Ga je gang, Rienus. Ja. Oké. Nou, dat is toch niet normaal? Hey, nou ben ik toch hartstikke nieuwsgierig wat daar al in zal zitten. Zie je toch zo een vouwfiets? Jeetje. Oh! Wat mooi! Prachtig! Ja, daar heb ik heel wat voor afgezocht, hoor. Nou! Dat is echte zijde. En een heel origineel dessert. Nou, ik ben er ook hartstikke blij mee. Ja, hij was ook niet goedkoop, hoor. En nou mijn pakjes. Oh! Bobby? Dankjewel. En? Marcel. Nou, zeg hij. Nou ben jij de eerste. Nee, laten we het samen doen, tegelijk. Misschien voor allebei een tablet chocolade? Ik doe mijn pakjes altijd in andere dozen. Dat is spannender. Ja. Ach, Marjan. Dat had je nou echt niet moeten doen. Wat mooi, ja, wat origineel. Heb je zeker lang naar moeten zoeken. En dan nou, de rode wijn. Oh! Ik zal hem halen. Zeg, jongens, dat is geen verkoudheid, er is hier iets. Nou, zal ik jullie eens wat laten proeven wat je echt nog nooit van je eerlijk van je leven hebt ontmoet? Nee. Dat is super deluxe. Ja. Ik moet even naar de kalkoen kijken. Door de grote. Is dat nou echt nodig dat je zo slurpt aan die schelp? Dat is voor het sap. De smaak van de zee. Jee. Nou, wat dacht je me daarvan? Mooie kurk. Nee. Je moet ruiken, ruiken moet je. Ruik je niks. Ik ruik kalkoen. Nee, kijk. Nou zal ik jullie allebei een slokje laten proeven. En hij of zij die het juist raadt, krijgt van mij een hele kist van deze wijn. Zo! Het is beniest. Je kan niet meer terug, Marcel. Een hele kist? Nou slaat die door. Die fles kost 100 gulden. Nou, in.
Hey, weten jullie wat van wijn? Balkan. Grand Cru en Appellation Contrôlée en zo. Ik heb nog geen cursus gehad, maar dat weet ik toch. Ja, ja, maar je weet er niet echt wat van. Nou, kom op jongens, proeven, proeven, proeven. En? Lekker, heel lekker. Lekker, heel lekker. Dat zeggen wij niet van wijn. Dat zeggen wij van karnemelk. Heb je nog wat? Hey, het is niet van de slim, slim, slim. Nee, maar wel van de schenk, schenk, schenk. Hey. Daar heeft u voor 16,50 gulden in uw glas. Hey, Sofietje, kijk even. Er staat een kenner. Wat? Hij schijnt nou eens uit. Ja, er is iets in deze kamer. Het is een Bordeaux. Ja, dat is zo. Bravo. Het is een Margaux. Een ongelofelijk. Een Chateau Margaux, 1981. Ah, nee. Hoe is dat nou mogelijk? Bravo! Dat stond tenminste op het etiket. We hebben gisteren al zo'n flesje opgedronken. Nou, 12 flessen van. Precies. Ik ga er gelijk vandoor. Mijn jassie, ga weg. Oh, geintje maar zijn. Wat is er aan de hand? Marjan, mijn jassie, we gaan gelijk weg. Ja, maar mijn kalkoen is bijna klaar. Hey, mag ik mijn jassie? Ik zal kijken of hij al droog is. Hallo. Ja. Ja, trek het je niet aan, Marcel. Dat heeft hij vast niet expres gedaan. Dat zeg jij. Ik kan het weten. We kennen elkaar al jaren. Jij bent zijn vriendin. En hij is mijn vriend. Maar nooit getrouwd. Met Bobby? Wel, nee. Bleef alleen maar bij nummers maken. Echt. Nummers. Nummers? Op den duur hadden we 4 goede nummers. 4 maar? Marcel. Maar hele goeie hoor, ijzersterke. Nou, ik heb veel meegemaakt, de Sparrelevinker, maar dit slaat alles. Oh, maar we hadden er veel meer hoor, wel een stuk of 30. Oh. 30, ze zei 30, 30, zei ze. Ja, dat waren weer de opvullers. Oh, mijn publiek vond het prachtig. Was er dan publiek bij? Ja, wat dacht jij dan, dat we thuis onder elkaar deden? Wat een wereld, zeg, waar gaan we heen? Nou. En toen is Bobby het in zijn eentje gaan doen. De viezerik. Maar vanavond doen we het weer eens gezellig met z'n tweetjes. Wat zeg je? Vanavond? Ja, natuurlijk. Hier? Waar wij bij zijn. Straks gaan wij er eens lekker tegenaan. Ik ga er meteen vandoor, waar is mijn jasje? Oh, ja, mijn jasje? Maar Jan, mijn jasje, ik blijf geen minuut langer hier. Ja, maar mijn kalkoen is bijna klaar. Neem die maar mee naar ons toe. Warmt Sofie hem wel op, mijn jasje. Oh, die kerstboom. Het is die boom. Het is een echte. Ja, wat dacht jij dan? Dat ik een plastic boom zou meenemen? Oh, ik ben allergisch voor echte kerstbomen. Oh, god, schatje. Natuurlijk is ze daar allergisch voor. Waarom heb je onze boom ook niet gebruikt? Straks heb ze zo'n boei. Mijn jassie. Dat weet je toch niet? Je kan toch nu nog niet vertrekken? Marjan, mijn jassie. Ja, we hebben van alles geprobeerd, maar bleekwater hadden we nooit gebruikt. Dat is bleekwater! Bleekwater, nee! Oh, god, mijn schatje. Ze kan niet tegen bleekwater, want ze kotsmisselijk. Dat nog! Wat een leven moet jij toch hebben? Allergisch voor kerstbomen, misselijk van bleekwater. Nee, hou jij nou even op met die geintjes. Ik kan er echt niet meer tegen. Kom, mijn schat. Macht! Ja, laat er even aan liggen. Ja, op een bed. Hebben jullie geen bed? Hé jongens, dat lost ook niks op! Alles in elkaar gaan, maar lost niks op! Ja, maar hier zit ons bed in! Oh, wat een enig bed! Zeg, als je eens even gaat liggen! Nee, niet liggen, ik moet lucht moet ik hebben. Ik word misselijk van al dat bleekwater. Op het balkon dan nog? Ja, dat kan. We gaan van kerstboom en bleekwater. Kom eens, naar het balkon. Lekker even. Zeg hoe die deur dit is. IJskoud. Wat een koudje. Hij schat, het weer niet. Nou, het gaat. Waar stoel jij in, hè?
Ja, dat komt eerst door die kerstboom en daarna weer dat bleekwater. Het is zo weer over. Mijn nieuwe jasje, goddomme naam, zal het huis hier optillen, hè, bij Jan? Dat is toch boffen, hè, zulke familie? We gaan meteen weg. Zeg, we moeten onze nummers nog doen. Ah, hoort u dat? Ze gaan nog nummers doen. Oh, dat kan best leuk worden, Marcel. Dat kan best leuk worden, Marcel. Dan word ik kotsmisselijk. Hé, hey, laten we Sophie binnenhalen. Ja, ze kan wel iets oplopen in die kou. Nog iets? Dat kan niet. Ze heeft het toch koud? Ja, natuurlijk heeft ze het toch koud. Het vriest aan het gaan. Oh, het begint te sneeuwen. Oh ja. I'm dreaming of a white Christmas. Help me open. Ja, ja, ik doe open. Hé, hey, hallo, help eens weer. Dat doe ik wel even. Ja, 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 Marcel doet het wel weer even. Zo. Krijg het, Jan. Stil hem even. Ze wou het vragen. Hé, hey, ze willen ons wel duidelijk maken. Een gezegde! Hoeveel woorden? Zes woorden! Eerste woord! Ik tweede woord! Wangen! Verrekijken! Microscoop! Contactlenzen! Ik zie! Ja! Ik zie! Derde woord! Mouw! Als je een ander jas ziet! Borsten! Borstvoeding! Borstwering! Stop! Ander woord! Hello! Borstzak! Blauw! 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 Ik zie blauw van de kou! Ja! Nou dames, gaan jullie een potje staan zingen terwijl mijn arme vrouwtje daar compleet staat in te vriezen? Hou jij er dan naar binnen? Ik zeg haal er dan naar binnen, haal er dan naar binnen, zeg ik. Ga naar beneden langs de brandladder. Langs de brandladder. Nee, durf ze niet, ze heeft hoogtevrees. Allergische kerstbomen misselen van bleekwater, hoogtevrees. En dan zegt ze ook nog alles 3 keer. Sophie, je moet bewegen. Ja. In beweging blijven. Ze verstaat ons niet. Ja, jongens, ook dat nog! Zo dood ze kwart al! Woe! Benny, kom aan! Woe! Ja. Ik geef me nog, hoor. Wat heb je met dat dubbelglas? Ah, meneer Pardon, de deur van de balkon klemt en we krijgen hem niet open. Even volhouden, schatje, Bobby belt om hulp. Maar er staat iemand op! Bobby! Op het balkon, ja! Telefoneert! Ja, dat dacht ik wel. Komt ie? Nee, het is waarschijnlijk een schroef of een moer of een klep. Ja, de vierde verdieping natuurlijk. Gloeiende. Ik zweet maar geen kapot. Waar zou ik nooit hier moeten komen? Wat doe je ons toch allemaal aan, Marjannetje? Wij die het zo goed met je voor hebben. Maar ome Rinus. Marcel, hè? Dat moet van Sophie, dat weet je. We moeten het duidelijk maken dat ze moet bewegen. Kom, laten we dat nummer doen. Je weet wat dat nummer... Wel ja, zeg, lekker moment om een nummer te gaan doen. Dan begrijpt ze misschien eindelijk dat ze moet bewegen. Het is toch godgeklaagd, terwijl maar een fruitje er staat in te sneeuwen. Ik ken het ook niet langer aan. Mijn Sophietje. Zij de Granja met de rietje. Kom, laten we dat nummer dan doen. Ja, welk nummer dan? En van links en rechts tussen mijn benen door. Schijn het toch eens een keer uit. Sophie, je moet bewegen. En beweging blijven. Kijk, Sophie, zo. Hop. En sta. En hop. Sta. En hop. Hop. En twee. En hop. En terug. En links. Hup. En rechts. En hop. En... We gaan weg! Oh, je moet wel even langs het ziekenhuis rijden. Ze is helemaal verstijfd van de kou. De lippen zijn helemaal blauw. Oh, wacht eens even. Ik ben met een taxi gekomen. Ik breng jullie wel. Het feestje is nou toch naar zijn malle moeder. Zo, schatje. Oh, sorry. Sorry, Stella. Oh, schat, ik bel je morgen wel. Bedankt voor de enige avond. Het was weer lachen. Sorry. Ach, het geeft toch niks, maatje, van me. Marjan! Jij zoekt het verder zelf maar uit. Maar ome Rinus, Marcel! Jouw vader had gelijk. Je bent er niet waard. Je bent een gevallen paard. Ik was mijn handen van jou af.
party's over now. Mariantje, we gaan toch niet weer? Ik heb niks meer. Nou heb ik niks meer. Marcel en Sophie, ze hebben dit appartement gehuurd. Ze hebben me een baan bezorgd op zijn vroegere zaak. Dat heb je mooi geregeld. Wow. Nou is alles weg, nou heb ik niks meer. Jawel, er ligt nog een pakje voor je, van mij. Ja, er liggen ook nog pakjes van Marcel en Sophie. Alsjeblieft. Nou heb ik niks meer. Jawel, pakje, pakje, pakje. Ik wil geen pakje van jou. Dat komt hier binnen, dat slaapt in mijn bed, dat drinkt Marcel zijn wijn op, dat laat mijn tante astmatische aanvallen krijgen, daarna laat je haar staan bevriezen, Marcel zijn jasje naar de knoppen. Ach, ik wil geen pakje van jou. Oh, wat zonde nou, wat zonde nou. Je hebt eens gezien wat erin zit. Wat zit er dan in? Oh. Een brief met, ik ben gek op je. Ik kan niet zonder je. Ik wil zo gauw mogelijk met je naar bed en je even gauw weer in de steek laten. Die briefjes heb ik genoeg gekregen hoor. Stapels. Van Bobby voor Marian. Die zo grappig ruzie maken kan. Cruise naar Acapulco, first class. Oh, Bobby. Twee problemen. Ten eerste, ik moet een nieuw ticket gaan halen. En ten tweede, het is maar één hut. Eén douche. Eén kribbe. Voor de kerstfeest, ik heb een leeg appartement voor u gevonden. Maar volgens mij is dat mosterd naar de... Oh.